Goedemorgen dames en heren, hier zijn we dan live vanuit Ede bij Stal van Manen met onze nieuwe locatiekeuring hier. De weersomstandigheden zijn prachtig, het is mooi bewolkt weer, regen krijgen we vandaag niet meer hier, dus wat dat betreft kan het hier een geslaagde dag worden. Mijn collega jurylid is vanmorgen Will Thijssen en hij zal het lineair scoring op zich nemen. Well, good morning ladies and gentlemen from all over the world. we are here live from ede from the stables of Famanen and i hope you will enjoy the curing. i have a companion and i don't like him well you always have to go on <laughs> uh, well, a warm welcome and uh, it's a little bit different what we are do uh, otherwise we will start with two stallions. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze eerste te paard. De Hengst Douwe van Kruisboud. Dat is een Hengst met veel statuur. Die lang is, grootramig. Goede verticaal gestelde halt waarbij hij iets meer nek kan tonen. Goed sprekend in het hoofd. mooie, goede, een goede horizontale lichaamsbouw. Het paard stapt wel met kracht, maar zou een goede activiteit zou er iets meer in kunnen ruimen. De draf dat maakt het paard zich wel groot, Ook opvaartse manier van draven zou daarbij iets meer soeplesse en ook iets meer sterker dan in de achterhand kunnen, uh, kunnen zijn, gezien de ras, bouw. Eigenlijk in het totaalbeeld is deze hengst tot ster verklaard. De resultaat van deze stallion is de star stallion. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van hengst nummer 2. Daar is, of daar is Antje P. Een jonge Anne uit een beert. Het is een uh, grote hengst, langbenig. De verhoudingen zouden iets langer, of hij zou iets langer gelijnd kunnen zijn, waardoor de verhoudingen iets mooier zijn. Ietsje korter in het kruis, maar een hengst met veel statuur. Goede bovenlijn, goed sterk in de aansluitingen, waarbij we iets meer lengte in de hals zouden kunnen zien. Maar het heeft een ruim voldoende rasuitdrukking, met name door het sprekend hoofd. In ontspanning, dat konden we met name op het laatste zien, dan maakt hij goede passen in de stap. Met een achterbeen wat actief en met een buiging onder het lichaam wordt geplaatst. De draf heeft hij weinig snelheid nodig. Hij loopt gedragen, met een goede buiging in het achterbeen. Goed van achter naar voren. Dus met name was dat te zien op het laatste stuk op de lange zij. Het werk heeft voldoende kwaliteit, correct gesteld, maar voldoende kwaliteit zou ietsje droger kunnen. Allemaal al een hengst die tot ster wordt verklaard. This stallion is een star stallion. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3. Dat is een merrie die rasuitdrukking ruim voldoende heeft. Als sprekende voorhand, halsvorm is goed, ook ruim voldoende sprekend in het hoofd. De bouw hebben we wel een merking, met name op de driedeligheid. Het is een neerwaarts gebouwd, we zien een paard graag opwaarts gebouwd, en ook de rug is erg gezonken. Een paard die uh, wat correcter en die correct, meer correctheid in het beenwerk kan laten zien. Name de kwaliteit en ook de veel voorbeenstand hebben wij een bemerking, met name op het rechtervoorbeen. De stap die, uh, doet hij wel met activiteit, maar mist in de zuiverheid en zou daarbij ook beter en zuiverder kunnen aansluiten. De draf dat waardeert deze merrie zich wel op. De mery uh, blijft zijn driedeligheid blijven zien. Maar hij draagt wel met souplesse, met een goed achterbeengebruik, heeft een makkelijke manier van lopen. Gezien de kwaliteit van de bouw, beenwerk en de stap, kan deze meid helaas vandaag niet worden opgenomen. The result of the messi is that she cannot be invited in the worden book. There are less quality in legs, movements, so and special de walk. Dan hierbij de uitslag van nummer 4. Angela van het Grupje. En hengst. Ach, sorry, het is een merry. Merry die lang gelijnd is, over veel bodem staat. Goede aansluiting in de bovenlijn. Misschien ietsje strak op lendenen, Maar dat zien we straks op een positieve manier terug in de beweging. In ras zouden we graag iets verticaler gestelde hals willen zien, voldoende sprekend in het, uh, in het hoofd. En zou iets meer nek kunnen tonen. De kwaliteit meewerk is voldoende, correctheid is ook voldoende. De stap hier misschien iets meer kracht maar hebben veel ruimte, zo ietsje strakker kunnen aansluiten maar wel veel ruimte ook in het voorbeen. Het paard waardeert zich met name op in de manier van draven waarbij die lossigheid toont, gedragenheid, zo iets meer snelheid in het achterbeen kunnen hebben maar wel veel buiging, brengt het ook goed onder de massa, waarbij we graag iets meer oprichting zien. Gezien de manier van draven Wat dit paard en ruim voldoende in de bouw wat dit paard vandaag ster tweede premie. This mare is a star mare with a second premie. Ja dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5, Adelle van Rademaker de Ridder. Dat is een paard die uh, ruim voldoende rasuitdrukking heeft, zo ietsje verticaal in de halderichting ja, hal kunnen zijn, goed zwart van kleur. Beenwerk stelt ruim voldoende kwaliteit uit en waarbij de beenstand, correctheid beenstand ietsje zuiverder kon. Het paard heeft een goed gesloten in de bovenbij, maar we zien graag een paard iets meer opwaarts gebouwd. Het paard stapt met name in de rust. Maakt je zijn passen goed af, sluit je goed aan. Dat is een nette manier van stappen. In draf heeft hij veel buiging. Ook ruim voldoende lichaamsgebruik zou daarbij wel iets meer oprichting kunnen tonen. Dit paard wordt opgenomen in het Stamboek met een Ster Tweede Premie. This mayor is invited in the stud book with a second premium, stud book second premium. Ja dames en heren, hierbij dan de uitslag van Franke Nanneke P nummer 6. Een uh, merrie met een hele jeugdige opdruk, romp, met een uh, ruim voldoende horizontale romprichting, goed gesloten in de bovenlijn. In de halsvorm zou daarbij ietsje fijner kunnen, met name ietsje zwaar vanuit de uh, borst vandaan. Het paard heeft uh, voldo ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk, een iets hol voorbeen. In ontspanning stapt deze merry met ruimte en met goede activiteit. In draf dan gebruikt hij ruim voldoende lichaamsgebruik, goed gebruik van het achterbeen. Maar in het geheel zouden we toch graag zien dat deze merry daarin wat meer oprichting toont. Hij heeft wel een ruim voldoende gedragenheid, meneer Van Draven. Paard wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is in het studbook met een second premium star, mare. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7, Vrouwke. Een merrie, als je voor je staat, die uh, sprekend is in zijn voorhand. Goed verticaal gestelde hals met voldoende lengte in de, rug, in de nek en ook voldoende sprekend in het hoofd. In de bouw zien we graag een minder gezonken uh, middenstuk, maakt dat hij een iets driedelige opdruk heeft. Romprichting is ruim voldoende horizontaal. In het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit, vrij fors in het bot, maar wel goede kwaliteit eh, verder. Maar is daarbij wel iets gehoekt in het achterbeen. Deze sterke kant van de MERI zijn de beweging. Hij stapt met buiging. Brengt het achterbeen daar goed onder, met name in ontspannenheid, dan stapt deze mery ruim voldoende lang en met ruim voldoende kracht. In draf heeft deze MERI veel techniek. En Het positieve aan deze merrie is dat hij, ondanks dat gezonken middenstuk, de bovenlijn daarbij goed aantrekt. Goed over de rug blijft uh, lopen. En dat maakt, ondanks de bouw, dat deze merrie toch opgenomen kan worden. Nee, dat zeg ik verkeerd. Deze merrie wordt met verve opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Deze merrie is invited in het standboek met een star second premium. Ja dames en heren, de uitslag van nummer 8, Fimke. Het is een merrie die uh, goed zwart van kleur is. Daarbij uh, ruim voldoende hals, uh, rasuitdrukking heeft. We zien, we zien wel graag dat hij iets meer nek toont. En de hals zou iets meer boog kunnen hebben in de bovenlijn. Het hoofd is daarbij voldoende sprekend. In de bouw is de merrie uh, ruim voldoende lang gelijnd. Maar zou daarbij iets minder gezonken kunnen zijn. Romprichting is ruim voldoende, is eigenlijk goed horizontaal. Het meewerk is fijn, maar straalt wel goede kwaliteit uit. De stap, een beetje de bottleneck bij dit paard. Die, stap die mist de lengte, maar mist ook daarin de zuiverheid. Zou meer moeten aansluiten ook. In draf waardeert deze merrie zich qua techniek wel op. heeft wel goede buiging en sprong gewricht goed gebruik van voordeenbeen, maar zou daarbij meer over de rug kunnen lopen, zodat je ook meer de oprichting en meer gedragenheid gaat tonen. Deze merrie gezien uh, bouw en uh, been en kwaliteit uh, stap, wordt deze merrie opgenomen in het standboek zonder premie. This mare is coming in a studbook without a premie. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 9, Diana Grachten. Een merry in stand. Heb ik erbij staan, een kapitale merry. Een merry die lang gelijnd is, over veel bodem staat. Goed gelijnd is, goede aansluitingen in de bovenlijn. Heeft veel manen, dus ook voldoende verticaal gestelde hals. En ook daardoor een goede rasuitdrukking. Het beenwerk. Met name het rechter spronggewicht mist kwaliteit en ook in de voorstand zouden wij meer correctheid willen zien. De stap die mist de aansluiting, zou dat wat langer kunnen zijn, wat meer ook gebruik van de bovenlijn en zou ze passend daarin iets meer kunnen afmaken. In draf, de marathon zou wat meer kracht, heeft wel ruim voldoende techniek, zou wij iets meer kracht kunnen laten zien en ook meer oprichting in de manier van uh, draven. Deze merrie, gezien stap en kwaliteit, bij werk, wordt deze merrie opgenomen in het Stamboek met een derde premie. Deze merrie is invited in het Stamboek met een derde premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 10: Vardau G van de Rietwaai. Een uh, imponerende merrie, met name door de voorhand. Er is voldoende lengte in de halt. Het hals staat ook mooi verticaal gericht op de merrie. Het paard kijkt echt de wereld over, spreekt het in het hoofd. Dus een goede rasuitdrukking. De bouw hebben we wel een bemerking op het middenstuk en het zeer hellende kruis. Dat zien we liever niet. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar is daarbij wel iets gebogen. De voorbeenstand kan daarbij correcter. Deze paard waardeert zich met name op in de bewegingen. Dan zien we een stap die misschien iets meer kracht kon tonen, maar wel met veel ruimte en veel lichaamsgebruik. Dat zien we ook terug in de draf. Het paard heeft een goed gebruik van het achterbeen, draaft met heel veel gemak en spant zich daarbij ruim voldoende aan in de bovendijd. Dus Wordt wel gecompenseerd, die, gebo die gezonken middenstuk. En waarbij die misschien wel iets meer oprichting had kunnen tonen. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This man will be in het stamboek met een star second premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 11, Ditske van de Roest. Het is een groot, ramig paard met veel rasuitdrukking door dus zijn goed verticaal gestelde hals. Ook heel een heel bruikbare hals, goede uitstraling in het hoofd, goede rasuitstraling. Een goed gelijnde merrie met een goed aangesloten bovenlijn, daarbij ietsje hoog in het kruis. Het achterbeen straalt veel kwaliteit. Uh, uh, uit en is daarbij iets gebroken, en we zien graag dat de voorbindstand iets correcter is. paard heeft een uh, goede stap met veel lichaamsgebruik, ook veel kracht in de stap met een goede buiging in het achterbeen. In draf dan heeft deze merrie weinig snelheid nodig om tot dragen te komen, ruim voldoende oprichting met veel kracht en veel souplesse en lichaamsgebruik erbij. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare will be in the stud book a star first premium Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 12, Eeltje van Zorg en Genot. Het is een merrie die veel indruk maakt als hij in stand voor je staat. Goede, eigenlijk een prachtige en een correcte bovenlijn. Zou wel iets meer jeugd uit kunnen stralen, is erg rijp. maar heeft een goede halsvorm, sprekend hoofd. Beenwerk straalt ook voldoende kwaliteit uit. Probleem hebben we wel met zijn stap of met haar stap. Die zou wat meer kunnen beter kunnen aansluiten en ook wat zuiverder kunnen zijn. En de draf: dan heeft ze veel techniek, goede lichaamsbeweging en ruim voldoende opwaartse manier van draven. Waarbij vooral opvalt de souplesse van dit paard. Gezien de stap wordt deze Mary vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. And then we vervolgen wij nu our keuring with number 13. Oh no, nee, sorry, I have to say it in English. The number 12 is coming in the stat book with a star, second premium. The walk could be show more quality. Ja dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13, ELSA M-R. Zijn merrie die opvalt door zijn goede bouw, sterke bovenlijn, waarbij veel lengte ook in het kruis. Wat ras betreft zien we graag dat hij iets meer neklengte de merrie heeft, maar is wel ruim voldoende sprekend in het hoofd. Beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit en is er daarbij ook correct gesteld. Dus tapt dat doet deze merrie met verven, met veel ruimte en met een goed wegzettend voorbeen en een krachtig achterbeen. De draf doet deze merrie heel goed. De merrie heeft veel achterbeengebruik, veel souplesse en kan daarbij ook goed schakelen. Hij verruimt op het eind van die lange zijde, verruimt hij ook, waarbij hij de passen vanuit zijn lichaam langer maakt. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare will be... Is getting in a stamp stud book with a star first premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 14, Emily van de Orca Stables. Het is een uh, merrie die opvalt door het uh, aansprekende front, de hals die voldoende verticaal is gesteld, ruim voldoende lange nek, voldoende sprekend in het hoofd. De bouw hebben we wel een bemerking. Met name vinden we dat de bovenlijn wat minder gezonken zou moeten zijn en ook... Maar Waardoor hij wat een driedelige opdruk maakt en erg helend in het kruis. Het achterbeen straalt kwaliteit uit, maar is wel gebogen. Het paard valt op in zijn uh, aansprekende percentage aan de, in de beweging, met name de goede stap. Een stap die ruimte toont. En een goede, krachtige stap ook met de ruimte. In draf, dan heeft hij een makkelijke manier verlopen, maar dan speelt de. Met name het middenstuk en wel wat parten, dan zou die wat meer over de rug moeten gaan zodat hij uh, uh, meer de bovenlijn aantrekt. Het achterbeen wordt voldoende onder de masse gezet, het achterbeen toont wel veel buiging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare will be in het stamboek met een third premium. Hierbij dan de uitslag van nummer 16, Fiebe van stal heeslust Het is een uh, merrie met een front dat zeer veel indruk maakt. wat hem ook heel erg rassig maakt. Verticaal gestelde hals met een sprekend hoofd en vrij veel manen. Het paard is ook mooi zwart van kleur. De bouw, daar hebben we wel een bemerkingen op. Met name de driedeligheid valt op door het gezonken middenstuk. Vrij hoog ook in het kruis. En uh, waarbij de kruislengte verder voldoende is. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stap die, uh, heeft, is wel uh, voldoende zuiver, maar zou daar meer een langere pas kunnen maken. En de draf die mist wel de nodige kwaliteit. We zien graag een draf waarbij meer lichaamsgebruik wordt getoond. Meer het aanspannen van de bovenlijn. Het paard de goed. Uh, wat in drie stukken zouden bij de bovenlijn meer moeten aantrekken, maakt wel veel front, maar we zien graag meer gedragenheid in de manier van beweging. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het Stamboek uh, zonder premie. Deze mayor is de in het stadboek as Studbooks Mayor Without a Premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 17 van KB. Een uh, paard die zeer veel jeugd uitstraalt, ook een uh, goed front heeft, een uh, goed verticaal gestelde hals. In die zin dat het een heel bruikbare hals is, mooie boog erin en ook de, uh, met een uh, aansprekende lengte. Goede rasuitstraling. In de bouw zou die iets gesloten in de bovenlijn kunnen zijn. Hij maakt een iets driedelige indruk, met name de landpartij uh, geven die indruk dat wat mee. Beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit en uh, straalt en is ook correct gesteld. De stap die heeft uh, afdruk, met name ook het laatste stuk wat hij ging stappen, met een uh, goede activiteit ook in het achterbeen uh, en bij het uh, ruim voldoende ruimte in het voorbeen. De draf. Het is jammer dat hij ietsje scheef in de staardracht is, maar heel veel lichaamsgebruik, krachtige manier van draven, goed gedragen, niet veel snelheid daarvoor uh, nodig. Met elkaar maakt het dat deze medie opgenomen wordt in het Stamboek als een ster eerste premie. This mare will be in het Stadboek als a first premie mare. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18. Een uh, paard die goed ontwikkeld is. Rijk in conditie. Mist en daardoor enigszins ook wat jeugdige uh, opdruk. Een merrie die voldoende verticaal gestelde hals is, waar we graag wat de rasenddrukking betreft, iets meer neklengte zouden willen zien. In de, de bouw zien we graag een paard dat een meer opwaarts is en valt achter het schoft iets weg. De stap heeft ruim voldoende kwaliteit, ruim voldoende activiteit, ruimte waarbij we met name het achterbeen uh, voldoende onder het lichaam worden geplaatst. Maar we graag meer schoudervrijheid willen zien. Dat zien we ook terugkomen in de draf. We zien graag dat het uh, paard meer schoudervrijheid zou kunnen tonen. En dat het achterbeen heeft voldoende buiging. Maar zou daarbij iets meer in het totaalbeeld van de draf, iets meer gedragenheid moeten laten zien. Dus meer souplesse, meer ruggebruik. Dat zien we graag in de merrie. Wat, uh, wat meer voorhanden. Deze mare wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Deze mare will be in het stadboek met een derde premie. Dames en heren hierbij dan de uitslag van nummer 19, Simmer RS van Toppentwel. Een uh, grote merrie die een stand indruk maakt. zou ietsje fijner in zijn aanblik kunnen zijn. Wel goede rasuitdrukking in de bouw hebben we toch een bemerking op het middenstuk en uh, voldoende rang gelijnd. Het beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen. We hebben een bemerking op de manier van stappen. We zien graag een paard wat meer ruimere stap uh, toont en daarbij ook wat zuiverder wat meer regelmatig uh, ziet. In draf, daar zien we dat paard zich wel opwaarderen. Dat paard heeft een uh, goed gebruik van het achterbeen. In het totaalbeeld zien we graag meer opwaarts en ook wat meer souplesse. Uh, de draf was wel zijn uh, beste wat hij hier vanmiddag heeft laten zien. Uh, al al is deze merrie vandaag weer stamboek. En dat zit met name in de kwaliteit beenwerk uh, in de stap. Nee, in de, in de stap. Zit met name in de stap. This mayor is today again stadbook. The especially the walk shows less in quality. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 20, Therese van Menum. is een uh, merrie die uh, goed in zijn type staat, in zijn front ook. Zou dus iets, iets meer lengte in de hals kunnen hebben, maar wel een mooi verticaal gesteld. Ook voor ruim voldoende sprekend in het hoofd. Uh, de bouw is horizontaal, heeft ook een uh, lengte, staat over veel bodem. Bemerking hebben wij op zijn strakke ellendepartij dan het beenwerk dat zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen de stap die heeft voldoende lengte zou daarbij iets meer regelmaat kunnen laten zien en de overstap zou iets meer kunnen van achteren uit komt toch die lendepartij partij strak toch weer een beetje naar voren en dat zien we met name in de draf de merrie maakt zich mooi in de voorhand wil heel veel maar het achterbeen zou daarbij wat scherper, wat directer en moet er aantreden en ook onder de massa worden gezet, zodat die meer tot dragen komt. Vandaag wordt deze merrie wederom stamboek. This mayor is today again a stadboek mayor. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de laatste te keuren graadverhoging. Karine de B. Een zeer aansprekende merrie met een mooie voorhand. Goede halsrichting ook. Goede, wat dat betreft ruim voldoende Saras uitdrukking, Goed front. Wel bemerking op het middenstuk. Zal wat gesloten in de bovenlijn kunnen zijn. Dus erg gezonken in het middenstuk. Kwaliteit. Beenwerk is voldoende met wat problemen met de manier van beweging en dat is met name de stap die zou wat correcter kunnen zijn, wat meer ruimte, maar ook meer regelmaat. En dat zien we ook wel terugkomen in zijn draftpaard heeft heel veel buiging in het spronggewicht, ook een goed voorbeengebruik, maar achter niet altijd de regelmaat waardoor hij heel moeilijk tot in in de balans kan komen. Deze merrie wordt vandaag wederom stamboek. This mare is today Stadboek again. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze laatste te keuren paard. Dat is de Ruin Douwe HSL. Dat is een hengst, als je voor staat, met heel veel statuur. Daar ook een goede rasuitdrukking. Het zou misschien allemaal iets fijner kunnen, maar wel correct. Hij heeft ook een ruimgeleind paard waarbij we graag het middenstuk iets minder gezonken zien. Hij is dan misschien ietsje strak op Linderen, maar dat zien we straks positief terug in de beweging, met name in de draf. Dan de kwaliteit beenwerk. Ja, het beenwerk is met name in het achterbeen schifoos en zou ook voor zuiver gesteld kunnen zijn. Dan krijgen we de stap. De stap die mist kwaliteit. De stap die is kort. mist ook de nodige regelmaat. Uh, uh, en regelmaat. de draf het deze ruimt zich enorm op met een fijne manier van draven, waarbij hij de bovenlijn ook goed aanspat, veel bui aanspant. veel aanspant, veel buiging in spronggewicht, met een makkelijke manier verlopen, met ruim voldoende opwaartse manier. Gezien kwaliteit beenwerk en kwaliteit stap, wordt deze ruin opgenomen in een stamboek met een derde premie. Dit gelding. Invited in the studbook with a third premie. Especially the quality of the legs and the quality of the walk is not sufficient for being a star gelding. Dames en heren, bij dan de uitslag van nummer 11. Tietske van de Roest. Een Mary die opvalt door een prachtig statuur, veel rasuitdrukking. Maar bijna majesteitelijk zoals ze hier staat. Paat met de correcte manier van stappen. We vergeven haar ook graag de tikkeltje toontredigheid. Paat die draagt met veel balans en met veel gedragenheid. Deze Mary wordt voorlopig kroonverklaard. This man will be professionally crown mayor. Ja dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 13, Elza MR. Het is een uh, merrie die uh, met name sterk opvalt door haar manier van beweging. Ze heeft een ruime, krachtige stap en draaft ook met, veel krachtig, met een krachtig achterbeen en veel ruimte. zou daar misschien iets meer oprichting kunnen tonen. Exterieurmatig. Wat het ras betreft zouden we de voorhand wel iets rijker willen zien. Meer lengte in de hals en de halsrichting is ook erg horizontaal en het hoofd kan erbij spreken. Een uh, lengte is in het paard, wat de bouw betreft, staat over veel bodem, maar is erbij ietsje gezonken in het, midden, in het middenstuk. Het been qua uh, kwaliteit is ruim voldoende, voor zou de stand iets zuiverder kunnen. Uh, gezien de ras en de bouw kan deze merrie op Vandaag niet voorlopig kroon worden verklaard. Ik wil daarbij nog wel iets uitleggen. Voor de... Om tot voorlopig kroon te moeten worden verklaard, moet het gemiddelde van de exterieurcijfers 7,5 zijn. En daar komt deze merrie, ondanks een correcte bouw, waar hij wel een 7,5 voor heeft gehad, maar ras en beenwerk, bereikt hij dat niet, kan deze merrie niet verklaard worden tot voorlopig kroon. this mare is not declared professional crown racial type and conformation could be stronger and especially the quality in the legs Ja dames en heren, hierbij dan de uitslag van Femke B. Een merrie die indruk maakt wat rasuitdrukking betreft. Aanspreek, zeer aansprekend in de voorhand. De hals heeft voldoende lengte en is ook voldoende verticaal gesteld. De gehele opdruk maakt door een tikkeltje gezonken middenstukken wat een driedelige merrie. Je kan ook wel zien nu duurt hij het even niet, maar met het opstellen van de vorige keer, dat hij toch steeds het achterbeen wat achter de massa neerzet. Uh, het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. Het paard heeft uh, de sterkste punten van deze medische de bewegingen. Hij heeft een uh, goede stap met veel ruimte en kracht. En een draf uh, waarbij hij bij die veel souplesse toont. Ruim voldoende uh, oprichting opri waar het achterbeen misschien een tikkeltje traag is en iets van ver uh, komt, maar de beweging daar is uh, die zin uh, zou hem niet in de weg hoeven te staan, maar de merrie wordt niet voorlopig kroonverklaard en dat zit met name in het beenwerk en in de bouw van dit paard. Dames en heren, hierbij zijn we dan uh, tevens de afsluiting van onze keuring hier bij de familie Vermanen. We willen ook de familie hartelijk danken voor de perfecte baan die hierbij ligt. We hebben, uh, Perfect, oftewel in onze ogen goed kunnen keuren. Daar zal misschien niet iedereen daarmee eens zijn, maar dat zijn we maar even zo. Maar wij hebben in elk geval een fijne keuring hier gehad. Goede weersomstandigheden en ook een uh, baan die er heel goed bij lag. Morgen zien we heel graag terug. Dan zullen uh, ja, Boesma en Corrie, denk ik, uh, in de keuren in, uh, bij de meskus in Sigerswouden. En wij zijn weer terug op uh, zaterdag. By uh, the family De Boer in Sint Well, ladies and gentlemen, thank you for following this curing and you have watched uh, this. Uh, we will see you back uh, tomorrow. And uh, I said in Dutch, I will uh, a great thank for the family of Famani here. We had a good arena with uh, very uh, good circumstances uh, for the inspection here. And uh, we like to see you back tomorrow. bij de familie Meskes in Wouden. Stal de Meskes moet ik zeggen. Stal, stable de Meskes in Ziegeswoude. Tot ziens.